niks is minder waar. Nee, dat is, ik heb gelukkig een goede boekhouder die dat echt het papierenwerk wat dat betreft doet. Nee, het is ook echt wel een rol waarin het ook belangrijk is dat je team goed aangesloten houdt. En dat je zorgt dat alles gebeurt wat je ook zegt. We zijn gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten, maar ook door de gemeente Rotterdam. Nou, we doen bepaalde beloftes voor een aantal jaar. Dus het is ook echt mijn taak om daarop toe te zien van, goh, wat hebben we beloofd en wat kunnen we waarmaken? En zorgen dat we daar de juiste mensen op de juiste plekken hebben, dat de planning in orde is, dat de financiering op orde is. Dus het is best een rijk palet aan taken en verantwoordelijkheden. Zeker ook omdat we het met een relatief klein team doen, met allemaal ZZP'ers en freelancers. Nou, we hebben een kernteam van 6 personen. Wij werken het jaar rond, maar ook niet allemaal fulltime. Dat is voor de ene 2 dagen in de week en voor de andere 4. En wij hebben naast het festival, wat we natuurlijk nu voor de 20e keer organiseren in april, organiseren we ook concerten door het jaar heen in de stad. Hebben we Fabriek Mozaïek in september in de haven. Dus we doen eigenlijk veel meer dan alleen dat festival. Dus we hebben ook wel echt dat team nodig wat wel het jaar lang betrokken is. Maar nu op een gemiddelde dag of een teamdag, dinsdag is echt onze teamdag dat we allemaal zijn. Dan kan het zo zijn dat we met 25 man zitten te vergaderen als we teamoverleg hebben. Dus we, ja, mensen of de vrijwilligerscoördinatie, programmeurs, producenten, dat zijn allemaal mensen die later of op andere momenten betrokken worden. Ja, nou dat voor de hele sector natuurlijk redelijk rampzalig. En vooral omdat het beleid gewoon zo wisselend is geweest. Dus het was een paar keer van z'n 1 is z'n 6. Dus je kon weer iets, je kon weer gaan dromen en toch weer niet. En dat doet op een gegeven moment gewoon echt wel iets met motivatie. En dat zie je nu gewoon wel. Dat er ook, we hebben er gelukkig nog niet zo'n last van. Maar wel als je kijkt naar technici of professionals in deze business. Die zijn gewoon wel iets anders gaan doen. En wij hebben als organisatie zijn we wel elke keer wel altijd nog geprobeerd om in mogelijkheden te denken en andere dingen te organiseren. Fabriek Mozaïek in 2020 was volgens mij het eerste corona-proeffestival wat we konden doen. Nou, en dat is toch om met alle beperkingen die er zijn toch te denken van, hé, wat kan er wel? En dan is het maar voor kleine groepen met routes, maar we kunnen ze wel de cultuur aanbieden en weer even een fijne dag bezorgen. Dus zodoende hebben we wel de motivatie in ons team wel goed gehouden. En hebben we ook mede door de blijvende steun van de gemeente Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten dat ook kunnen blijven doen. Jawel, want dat was aan het begin natuurlijk helemaal niet zo duidelijk dat overeind zou blijven. Dus dat zijn echt wel spannende jaren geweest. Met onzekerheid, ja, ook de fondsen en de gemeente wist natuurlijk ook niet wat ze konden doen. Die hebben zich natuurlijk ook weer te verantwoorden aan verschillende partijen. Maar nu blijkt dat er coulance is. Dus dat de financiering blijft en dat wij mooie dingen mogen blijven doen. Ook al kunnen we daar misschien niet het aantal mensen mee bereiken wat we zonder reglementen hadden kunnen doen. Dus dat zijn spannende. Die onzekerheid is vooral het ingewikkeldst geweest. Het wisselingen in beleid en de onzekerheid van die financiering. En ik denk nu ook nog wel hoor, want het consumentenvertrouwen is denk ik, heeft ook wel een deuk opgelopen. Dus we zijn hier ook nog niet. En de prijzen zijn duurder geworden, ZZP'ers zijn moeilijker te verkrijgen. Dus we zijn er nog niet uit de struggle, denk ik. Nou, eigenlijk zitten wij volgens mij in de gelukkige positie dat iedereen toch is gebleven. Omdat we, ja, zoals je wellicht weet, dat zit denk ik ook heel erg in de organisatie. Kijk, ik ben er een half jaar, maar dat zit echt wel in ons DNA. Dat we gewoon heel graag goed voor onze mensen zorgen en dat we dat doen vanuit een gastvrije motivatie. Het is echt heel fijn om voor Motel Mozaïek te werken. Je voelt je welkom en gezien. Dat helpt wel om je mensen te behouden. We hebben wel echt geprobeerd, of ook met klussen die er dan waren, dat wel weer binnen dat team te houden. Om ook die ZZP'ers op de been te houden. Dus we zien nog niet, zeg maar, de eerste cirkel om ons heen. De producenten zien we nog niet de leegloop. Daar valt het nog mee, maar je ziet het wel bij beveiliging of technici. Daar is het gewoon wel een stuk lastiger.
Ja, wij zijn eigenlijk in oktober toen zag het er eigenlijk eerst, volgens mij in oktober zag het er nog wel goed uit. Hè? En eigenlijk zijn wij gewoon met het team gaan zeggen, van de enige manier waarop wij nu over een festival kunnen nadenken, is gewoon een volwaardige editie. Onze producent die werkte, Carly is dat, zij werkte ook voor Le Guess Who. Nou, zij zat precies met Le Guess Who in het weekend dat de maatregelen op zaterdagochtend ingingen. Nou, die hebben die zaterdag helemaal om moeten gooien. Die zijn zondag naar Seated gegaan. Daar kun je geen draaiboek voor maken. En ook met die ervaring dachten we ook, ja, we kunnen op 60 borden gaan schaken en met 60 ideeën en potentiële ideeën gaan werken. Maar dat blokkeert de creativiteit. Dus we hebben gezegd, we gaan gewoon voor een volwaardige editie en we kunnen altijd nog downscalen. Heel positief, positief naïef misschien zijn we erin gegaan. En dat is nu heel fijn, want op deze termijn, of nou ja, het ziet er, volgens mij is een maand geleden ook echt die capaciteit eraf gegaan en de testen eraf gegaan. Ja, als je op dat moment nog je headliners had moeten boeken of je productiecrew in optie had moeten zetten, ja, dan ben je te laat. Dus achteraf is dit een fijne aanvliegroute geweest eigenlijk om deze editie te krijgen waar die nu is. Ja, nou, dat is aan de... kijk, dat is wel ons streven. Hè? We doen er alles aan om weer een motelwaardige editie neer te zetten. Het is uiteindelijk aan het publiek om te oordelen of dat is gelukt. Dus vraag me dat over 2 weken nog eens. Of aan het publiek komend weekend of volgend weekend, ja. Nee, je bent natuurlijk ook wel echt afhankelijk. Kijk, echt de grote internationale... Daar zou Stefan je meer over kunnen vertellen, denk ik, maar... Ja, de grotere Amerikaanse acts, ja, die zijn nu niet aan toeren, want dat is veel te risicovol. Je moet bedenken dat zo'n act in heel Europa moet toeren. Ja, als ze hun drummer in Duitsland corona krijgt, dan kunnen ze naar huis en dat kan niet uit. Dus je merkt wel dat op dat internationaal touringvlak, ja, die trein is nog niet weer op volle vaart. Daar zitten we nog niet, maar ik denk dat we hartstikke blij mogen zijn met de acts die we hebben weten te strikken dit jaar. En zijn we juist... wordt het ook echt een ontdekkingstocht eigenlijk. Misschien wat minder de grote namen, maar inhoudelijk volgens mij des te interessanter. Je ziet dat wel het beslismoment gewoon later is. Dus mensen wachten wel langer, maar ik ben zeker niet ontevreden met waar we nu staan. En het worden gewoon volle zalen volgende week. Dus dat is heel fijn dat we toch wel het vertrouwen krijgen weer van het publiek. En dat die ook ons enthousiasme over het festival delen. Want ik ben altijd jaren naar het festival gaan gewoon als bezoeker. En daarin heeft Rotterdam ook altijd heel erg mijn hart veroverd. Eigenlijk kwam altijd, ja, ik woonde dus in Utrecht en ik dacht altijd, oh ja, jemig, waarom ga ik hier niet vaker naartoe? En dat heeft Motel me wel echt laten zien. Dus ik zal ook zeker naar een aantal routes wil ik dit jaar ook wel weer gaan meedoen. Dus om weer me echt te laten verrassen door de stad eigenlijk. Hè? Wat heeft deze stad me allemaal te bieden? Ik kijk ook uit naar Momo Playground, het gratis onderdeel wat we hosten op het Schouwburgplein. Vooral ronddwalen in de stad, leuke bands kijken, mooie dansperformances eigenlijk. Maar ook een beetje laten meeslepen door het blokkenschema en kijken waar de avond me brengt.